we zijn 6,5 jaar met 250 mensen deze productie bezig geweest. 6,5 jaar? Ja. Met... Het is een grote productie. En dan met name, dus alle creatieve beslissingen zijn genomen de Herengracht in Amsterdam, waar onze studio is. We hebben natuurlijk ook heel veel uitbesteed in China en Taiwan, ja, en Californië. Een componist woonde in het Verenigd Koninkrijk. Dus het is een grote internationale productie, ja, maar met name aan de Herengracht in Amsterdam. Maar gemaakt. Verkocht eerste twee weken 2,6 miljoen spellen. A, hoeveel kost dat? 59,95 in de winkel. Ongeveer. Zo, dus in de eerste twee weken is de omzet meer dan 150 miljoen. Ja, ik kreeg net al van Dino tijdens de pauze te horen... dat hij wilde investeren in zijn kledinglijn. Ja, je hebt nog geen ja gezegd. Ja. Ik ben daar uitzending over. Maar verdien je dan in de eerste twee weken de hele productie van 6 jaar terug? Dat gaat heel erg goed, ja. Dat gaat waanzinnig snel. Ja. Ja. Dus je... Dat gaat goed. Ik kan nog naar de McDonald's net. Vroeger net. Verkopen, ja. Maar wat kost het dan om zoiets te ontwikkelen? Ik denk dat ik net een redelijke indicatie heb gegeven van hoeveel het ongeveer is. Het precieze ontwikkelbudget, dat is natuurlijk lastig te berekenen. Dat heb ik allemaal niet paraat. Ja, maar goed, rond de 100 miljoen kost het wel om dit te maken. Het zijn flink wat pepernoten. Ja. Maar wat ik me toch even afvraag, ja, als je dan 6,5 jaar geleden begint... hoe blijf je nog bij de tijd? Want zometeen het gaat zo snel. Dus dan zometeen maak je een spel, wat super tof is, maar dan is het zo van gedateerd. Nu, dit ziet eruit alsof jullie dat van de week hebben gemaakt. Ik denk wat dat betreft is het heel anders dan de mode-industrie. Het is minder trendgevoelig. Je moet een visie hebben en het is een creatieve uiting. Het is eigenlijk een verhaal dat je schrijft. En dat breng je tot leven en dan moet je hopen dat het relevant is. Ja. Herman, jij schijnt een gamer te zijn, hè? Ja. Ja? Ja, met mijn zoontjes vooral. Maar ja. GTA 5 online. Hebben jullie online functioneerd? Nee, het is een offline game. Offline game. Het is echt een verhaal dat je speelt. Ja. Ja. Ben je beter of slechter dan je kinderen? Veel slechter. Oké, goed. Ja. Ja. Wat ik me afvraag, zo'n hoofdpersoon, hè, hoe kom je daarop? Hoe ga je dat bedenken? Aloy, zo heet ze, zat al in het allereerste concept... dat Jan Bart van Beek, onze art director, in zijn eerste pitch had staan. Maar dat ontwikkel je door... We hebben een schrijversteam, dat zijn allemaal Amerikaanse jongens. En die brengen haar tot leven door de dialoog te schrijven... door de bewegingen op te nemen. En wij wilden een karakter dat in die mooie open wereld heel erg nieuwsgierig is. Het spel gaat erom om mysteries te achterhalen. Dus we hadden een karakter nodig dat kleiner is. Omdat je dan een mooie juxtapositie hebt ten opzichte... is dat een Nederlands woord? Ja. Ten opzichte van die grote machines. Ja, ja. We wilden dat ze trots was, nieuwsgierig. En zo kom je op zo'n karakter. Het ziet er super gaaf uit. Ik ga het niet zeggen. Ik wilde zeggen bijna on-Nederlands. Maar dat is idioot om dat namelijk te zeggen. Super Nederlands. Super Nederlands. Maar ik denk dat je wel de enige in zijn soort bent. Want de game-industrie is dan groot, maar zo groot als jullie... Dan steken jullie ver bovenuit, toch? Of niet? Wereldwijd. Er zijn natuurlijk meer grotere... Nee, absoluut. Dit is een van de grotere games dit jaar wereldwijd, dat zeker. Waarom is dat een Nederlands bedrijf? Waarom zit je in Nederland? Waarom niet in Amerika bijvoorbeeld of in Japan? Als oprichters van de studio kwamen we uit Amsterdam, dus dat hielp. En ik denk dat omdat de helft van onze studio buitenlanders zijn... De binnenstad van Amsterdam is best aantrekkelijk om te komen wonen en werken. En aan dit soort games werken is denk ik leuk genoeg. Ja, om in staat te zijn om zo'n studio te bouwen. Want jullie Killzone was jullie vorige hit, hè? Ja. Maar jullie hebben 6 jaar hiermee bezig geweest. En nu? Nu zijn we natuurlijk volop bezig. Op vakantie? Klaar. Met, ja, op de lauwer. Ik begrijp wel dat je het gewoon klaar mee kan zijn. Nee, wij zijn weer hartstikke druk met nieuwe projecten. Maar het is iets te vroeg om daar nog meer over te zeggen. Ja.